sta je met een tevreden middenvelder, denk ik. Want een 3-2 overwinning op GV, dat komt niet elke dag voor. Zeker niet, nee. Ik bedoel, GV is een goede club. Ze staan niet voor niks tweede. En wij hebben het in principe altijd lastig tegen hun. Het is ook gewoon een heel hartstikke goede ploeg. Ze voetballen makkelijk en ze scoren ook makkelijk. Ik denk dat ze dat vandaag misschien hebben nagelaten. Ja, en wij deden dat vandaag wel iets beter. En, ja, ik weet niet of we verdiend gewonnen hebben, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ja, dat zeker. Als we de eerste helft gaan kijken, die beginnen we eigenlijk goed, maar dit zakken we wel af, hè? Ja, eerste kwartier, 20 minuten was wel redelijk. Deden we gewoon wat we moesten doen, inderdaad. En daarna, ja, ik weet eigenlijk niet waardoor het komt. Maar toen waren we het wel even kwijt. Toen speelden we net even iets makkelijker en dan kwamen ze ook wat vaker bij de goal. Ja, ik denk dat je met 1-0 achter, dat je dan van geluk mag spreken in de eerste helft. Ja, want we gaan eigenlijk de tweede helft in. Wat geeft de trainer dan mee aan jullie? Ja, dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn en dat we gewoon moeten blijven knokken. Want we weten wel wat we kunnen. En ja, we hebben zelf ook voorsprong uit handen gegeven. Dus waarom zouden hun dat niet kunnen? En, ja, dat is wel gebleken. Ja, want dan gaan we eigenlijk naar jouw moment. Het vijfde doelpunt van het seizoen al voor jou. En dan denk je van, dit is een klassieker voor Joey Jongman. Ja, ouderwets eindelijk weer eens. Van afstand. En, hij zat lekker tegen de touw, ook lekker strak. Ja, dat was wel, deed me goed, ja. Dan zag je misschien ook wel mijn ontlading. Ja, dat zeker. Maar ja, een ander moment in de tweede helft nog. Even 90ste minuut. Jij denkt van, ik trap hem er even van 35 meter in. Ja, ik denk of hij gaat 700 meter over of hij gaat erin. En ja, bijna het laatste. Het scheelde heel weinig. Nou ja, dan gaan we eigenlijk volgende week naar Lisse toe, thuis. Wat verwacht je eigenlijk van die wedstrijd een beetje? Ja, verwachten doe ik in principe niet veel. Maar ik vind gewoon dat we moeten gewoon keihard vechten. En dan komt het van voetbal vanzelf. Je ziet dat we wel kwaliteit hebben. En ik denk dat we daar gewoon vanuit moeten blijven gaan.